Wat we vandaag gaan doen, ik heb het jullie al een beetje uitgelegd, maar vorige keer hebben we natuurlijk gewoon een duurritje gedaan. Vandaag gaan we eerst fietsen we 15 kilometer in en daarna gaan we intervallen fietsen. Oké, nou dan gaan we. Helm op. De ronde van het ED wordt op zondag 3 juni verreden. Namens het ED rijdt er een speciaal team. De groep fietsers van 24 tot 64 jaar rijdt tijdens de 22e ronde van het Eindhovens Dagblad de 100 km toertocht. De fietsers krijgen ter gelegenheid van ED 100 een speciale training van oud-schaatster Frauke Onk, die de groep de komende maanden onder hoede neemt. We zijn nu aan het trainen voor de ronde van het Eindhovens Dagblad. Waarom moet je eigenlijk trainen voor fietsen? Ja, je zou zeggen iedereen kan fietsen, maar er zit toch wel een verschil in, zeker met de afstanden. Wij gaan als groep straks bij de ronde van het Eindhovens Dagblad de 100 kilometer fietsen. Nou ja, 4 uur ben je dan onderweg, daar moet je echt voor trainen. En ik kom natuurlijk uit topsport, dus er zit heel veel fysiologie achter. En dat probeer ik ze een beetje bij te brengen, waarom je moet trainen om goed te kunnen fietsen. Autowereld en Olympisch kampioen schaatsen Chris Witty rijdt mee. Chris Witty, je bent wereldkampioen en Olympisch kampioen schaatsen. Waarom moet jij nog trainen voor de ronde van het Eindhovens Dagblad? Ik moet altijd trainen, fit blijven. Het is belangrijk, ik word een beetje oud. Het is leuk om te blijven bewegen. En wat is het, wat vind je mooi aan fietsen? Kijk, het is een mooie dag. Het is prima. Ik kan de hele dag fietsen met de zon en een leuk groepje. Ja, voor de gezelligheid. Ik vind het leuk voor toertocht te doen.